Ook dit jaar werden de nodige verplichte filmpjes en foto's gemaakt. De spelers werden één voor één voor de camera gehaald om hun acteertalenten te tonen. Dat zorgde natuurlijk voor de nodige hilariteit. Het resultaat kan je heel binnenkort bewonderen op Staya. Nadien trokken de Canaries en de hele technische staf naar het oefenterrein voor het maken van de officiële ploegfoto. Deze werd voor één keertje niet op staan gemaakt omwille van de werken aan het kunstgrasveld.